Hoi allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik naar de Dutch Hudo Gathering. Het is de laatste editie vorig jaar en het jaar ervoor zou ik ook al gaan. Maar toen ging het allebei niet door vanwege dus corona. Maar nu kan het eindelijk en ik heb er super veel zin in. We gaan met de auto, dus ik ga zo meteen Matthijs en dergelijke ophalen. En dan gaan we naar Brabant Hallen, want daar is het. En het is een uurtje ongeveer rijden, dus nou, op zich het is te doen. Ik heb er echt super veel zin in. Ik weet echt niet wat ik kan verwachten. Ik weet niet hoe druk het gaat worden. Dus ja, ik weet echt niet wat ik kan verwachten. We gaan het zien. Dus ik ga er gewoon heen. 1, 2, 3. Nou, we zijn er. Yay, zin in. Oh, ik ben echt benieuwd wat mij te wachten staat. Of het wordt heel druk, of niet. Wie zal het zeggen? Maar ja, ik zie ook al daar een groepje. En... volgens mij zijn het allemaal creators. Ja, denk het wel. Oké, ik ben nu een beetje bang. Want er staat letterlijk vluchter. Ik hoop niet dat het zo ver komt dat ik moet gaan vluchten. Dus, maar... We will see. Ja, we gaan het zien. Nou, we gaan nu naar de Creator Lounge. En hier gaat het dan zo meteen gebeuren, denk ik. Tenminste, weet ik niet, maar... Ik ben hier met... Rosalie! Kijk, dit bedoelde ik. Jongen, ik ben zo slecht in vloggen dat ik in het schermpje kijk in plaats van in de lens. Oh, dat deed ik in het begin ook altijd hoor. Krijg ik altijd commentaar erop. Maar in ieder geval, kijk hier, de vluchtdeur. Nee, maar nu ben ik echt bang. Gaat het echt zo uit de hand lopen, denk je? Ik vraag me ook af. Ik voel me zo beroemd. Ik heb gewoon een vluchtdeur. Ja, we hebben wel beveiliging. Ja. Dat was toen, dacht ik. Nou, als zelfs een parkeerplaats beveiligd is, dan... Ja, dan is er budget. Ja. Nou, dit is de Creator Lounge. Oké, nou, zometeen sta ik dus hier om 12 uur. En het is nog best wel rustig en het ziet er ook echt heel leuk uit. Wij gaan trappen. Daar is dan het podium. En, maar die als ik een Q&A heb, moet ik dan daar naartoe? Denk ik wel. Denk ja. Ik wel. Ja, heel leuk. Oké, nou dit is hoe het er nu voor staat. Ik heb om 12 uur tot 1:30 of zo een meet and greet. En om 3:50 heb ik een Q&A. Dus ik ben heel benieuwd of er oh, er zijn al mensen. Er zijn al mensen in de rij. Dus ik ben benieuwd ook wat voor vragen mensen gaan stellen. En of mensen vragen gaan stellen. Anders is het wel een beetje awkward. Ze hebben zelfs een heel kermisding. Dat vind ik echt lachen. Nou, ik ben hier met de enige echte... Suikersvin. Zie, Krasenberg. Oh, ja, ja, en we staan naast elkaar, dus het wordt gezellig. Ja, het wordt heel erg leuk. En ik ben met Lian. Hi. Het is begonnen. Er zijn al wat mensen. Ik ben ook een paar keer op de foto geweest. En ik heb een handtekening uitgedeeld. Hi. Heb jij nog wat mensen? Of nog niet? Op dit moment nog niet. Maar ik moet zeggen, ik heb nog niet heel veel mensen gezien, eerlijk gezegd. Nee, maar dat is nog niet koffie aan het halen. Even koffie leuten. We gaan nu in de kermisbank. Of de, hoe noem je dat eigenlijk? Ja, het is toch gewoon de bank. De bankileuten. De bank die ook op de kermis staat, zeg maar. Ja. Veel met anders mee. Nou, we gaan hierin. Nou jongens, Robine die zit nu in de bank. Ze gaan steeds harder. En ze loopt even te grillen. Hoe was het? Ik werd de hele tijd geklapt door die tas van dat kind naast mij, zag je dat? Echt? Ja. Oh, we hebben echt nodig. Zijn er vragen? Yes. Oké. Nou, ik heb net een hele meet and greet hier gehad. Nou ja, die moet nog komen. Oeh! Wow, jezus! Het staat in de vlog, dus... Wat is het alien, hè? Nou, wat ik wou zeggen, ik heb een heel leuk matching armbandje gekregen van een fanaccount die echt al een jaar lang fanedits voor mij maakte en zo. En ik heb ook heel lang contact met haar en ik heb haar nu eindelijk ontmoet. Dus het is echt heel leuk en zometeen komt ze weer naar de meeting points en ik voel me echt wel gemakkelijk als jullie zo naar me kijken.
live toeschouwers. En ik heb handtekeningen uitgedeeld op vlaggen, t-shirts, boekjes. Echt, noem het maar op. En ja, het was echt heel leuk. Heb je nog een cadeautje? Ja. Maar dit is voor allemaal. Oh, wat lief. Dank je wel. Ja, maar ik zit wel. Heerlijk. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Wat leuk, joh. Ik heb echt snoepen straks. Oh, dat is. Ja, laten we even dicht. Nou, echt superleuk. Nou, we zijn bij de meet and greet. En ik ben hier met Eden en Laura. Hi. Slay. Slay. Ik zeg de hele dag slay en smash. Wat zijn die dollar dingen eigenlijk? Ja, die krijg je dan. Ja, die hebben we van haar gekregen. Oh. Heel slay. Ik weet alleen niet wat. Oh, wat leuk. Dus haar hoofd staat er ook nog echt op. Ja. Ja. Wil je iets op mijn arm schrijven? Ja, tuurlijk. Wat wil je op je arm? Maakt niet uit. Ik weet niet eens of Ziggy heeft geschreven. Kun je ook op mijn hand schrijven? Ja, is goed. Jongens, ik denk dat ik sterf aan een ziekte. Oh, nou, dat is niet goed. Ik hoop het niet voor je. Ik hoop het ook niet. Dus, dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Helemaal goed. Okay. Nou, ik heb net een meet and greet gehad. Het was blijkbaar een typfout. Ik had het 1:30 in plaats van 2:30. Maar op zich niet zo heel erg, want het was niet echt super druk of zo. Je zag zeg maar echt het contrast van die rij van Ziggy en dan die rij van mij. Ik vind het ook niet erg, al komen er maar 3, dat vind ik ook niet erg. Weet je, dat, ik ga nu trouwens weer in de power dance met mijn fans. En ja, leuk. Waarschijnlijk wel weer 4 euro kwijt, maar ik kan mij het schelen. Hey, je bent natuurlijk bezig met TikTok. Ja. Wat motiveert jou nou echt om bezig en verder te gaan met TikTok? Wat vind je er nou echt zo leuk aan? Nou, wat mij motiveert is dit. Al deze mensen. Dus dat is 1. En ja, ik doe het eigenlijk gewoon vooral voor mijn plezier. En niet eens vanwege de views of wat dan ook. Maar gewoon puur omdat ik het leuk vind. En, ja. En je plaatst daarom ook echt op TikTok wat je leuk vindt. Je laat je deelt eigenlijk echt open en eerlijk je leven. Ja. Vind je dat niet soms moeilijk of zo? Dat je zoiets hebt van, oké, maar mensen krijgen nu wel best wel privé dingen te weten van mij? Nee, eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk zoiets van, ik ben ook maar gewoon een mens, net zoals iedereen. En ik heb ook mijn eigen dingen. En ik heb eigenlijk bijna geen moeite om dat soort dingen ook wel eens te delen, ook de mindere kanten. Ja. Nee, daarom. En je kan natuurlijk zelf bepalen tot in hoeverre je jezelf openstelt. Ja, ja. Nice, heel leuk. En wilde je dit vroeger altijd wel worden? Willen jullie nog antwoorden eigenlijk, of is het echt nee, mij? Het oh, oké. Nee, anders ben ik alleen maar aan de beurt. Vind ik ook zo stom. Het is niet dat ik echt altijd zoiets had van, nou, ik wil het echt altijd worden. Maar ik had altijd wel een soort van iets van, ik zag me het mezelf wel doen. Ja. Ik zag het wel voor me dat ik hier op een gegeven moment dan zou zitten eigenlijk, bijvoorbeeld. En TikTok was daar gewoon het perfecte platform voor. Ja. Mensen zeiden het ook wel eens tegen mij altijd, van dat ze mij heel vaak bijvoorbeeld echt groot zien worden. Dat zeiden ze ook al voorheen, van ja, ik zie jou wel echt later echt groot worden. En dat is nu zo'n beetje gebeurd. Heel tof. En voor de mensen die een keer nog met TikTok of YouTube willen beginnen, een keer self-creator of influencer misschien wel willen worden, hebben jullie daar nou een gouden tip voor? En dan begin ik even bij jou, Robina. Nou, wat ik vaak eigenlijk wel merk, is dat er mensen zijn die bijvoorbeeld echt gewoon willen dat ze bekend worden. En dan zeggen ze, ik wil echt laten bekend worden, ik wil 1 miljoen volgers. En dan zie je gewoon dat ze eigenlijk maar gewoon wat posten. En daar bereik je eigenlijk niet zoveel mee. Als je zeg maar met de instelling van, ik wil later bekend worden, als je daarmee dingen gaat plaatsen, dan kom je er ook vaak niet. Nee. Of je moet echt hele rare dingen doen, maar om die reden wil je ook niet echt bekend staan of zo, lijkt mij. Nee. Dus wat ik eigenlijk gewoon zal zeggen is, post gewoon wat je leuk vindt en wees jezelf. Ja, dat klinkt heel standaard, cliché, maar heel cliché, maar dat is het wel. Ja. Want toen ik begon met video's maken en op een gegeven moment viral ging, had ik ook niet het idee van, ik wil bekend worden. Nee, ik deed gewoon maar wat en hier ben ik. Dus dat is eigenlijk, als je met die instelling gewoon video's maakt, dan kom je er wel. Ja, dus jij hebt ook zelf nooit gedacht, ik doe het voor de following. Ik nee, vind het echt absoluut leuk niet. En ik blijf ermee doorgaan. Nee. Mooi. Dus, ja. Wat is nou echt een video waarvan jullie zeggen, die wil ik zo graag maken, dat staat echt op mijn bucketlist?
Gewoon iets extreems of zo. Ja? Ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik, ja, misschien iets qua, weet ik veel, bungee jump of zo. Of ik, weet je wel, dat je zo de lucht... Ja, ik zeg echt maar wat, maar ik zou het echt niet weten. Nee? Nee, ik, ja, ik doe echt maar wat. Oké, en buiten de content die je er dan over zou maken, heb je niet dingen op je bucketlist staan? Een vakantieland, een ver vakantieland of een lange reis waar je nog een keer naartoe wil gaan? Ik zou wel heel graag... Hoi! Is Effie! Nou, ik zou wel heel graag een keertje alleen op reis willen. Gewoon echt solo. Tof. Dat lijkt me heel leuk. Alleen, dan moet ik mijn vader eerst van nog overtuigen, want die is heel erg beschermend. Dus. Ja. Maar dat lijkt me wel heel erg leuk om dat een keer te doen. Kan ik me voorstellen. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Is er iemand die een vraag heeft voor Robina, Danique, Nike? Niemand? Kom op, jongens. Nou. Trek heel die stoel mee. Vertel. Hoe word ik zo succesvol op TikTok als dat jij dat bent? Ik wil het weten. Vind je jezelf niet al succesvol dan in Seffie? Helemaal niet. Nou ja, wat ik net al zei. Gewoon doen wat je leuk vindt. En plaats wat je wil. En als mensen als het aanslaat, dan... Ja, dan kom je er vanzelf. Maar jij bent al aardig op weg, dus... Oh. Het is te serieus. Je moet even niet zo politiek correct meer zijn. Ja, top. Hey, Wilbine. Jij hebt natuurlijk best wel een gekke actie gezet in Amsterdam. Een keer met Veronique. Ja. Ik dacht, ik ga het toch even aankaarten. Heb je daar veel positieve reacties op gekregen? Eigenlijk alleen maar. Er zaten wel een paar negatieve tussen. Die dan vonden dat het niet kon. Of dat we... mensen belachelijk maakte of zo, maar dat was echt gewoon niet onze intentie. Het was gewoon echt om te laten zien van dat iedereen moet zijn wie die wil zijn en dat ongeacht waar je voor staat, dat je dat gewoon moet accepteren. Ja, en is dat dan ook een video waar je het meest trots op bent bijvoorbeeld? Sorry, nog een keer? Is dat dan ook een video waar je het meest trots op bent? Nou, ik ben eigenlijk trots op alles wat ik maak en wat ik plaats. Dus ja, ik weet niet... Niet per se. Nee, het was gewoon een statement en ja. Heel mooi. Kom maar door. Die in het midden, hoe heet het ook alweer? Adidas. Hoe word ik de vriendin van een YouTuber? Hoe word ik dat? Zijn we ook allebei dan? We willen allebei vinden op YouTube, ja, weet je wel. Ja. De gouden het moet wel een golddigger zijn, volgens mij. Als eerst moet je een meisje worden als je een vriendin wil zijn, denk ik. Ik denk dat je een meisje moet worden om een vriendin te kunnen zijn. Maar vriendje van een YouTuber kan natuurlijk ook, hè? Ja. Ja, gelukt. Gelukt. Was dat antwoord op de vraag? Kijk. Nou, ik denk dat we hem... willen jullie nog wat bijzonders vertellen? Iets wat er aankomt? Iets waar jullie mee bezig zijn? Een project? Oeh, goeie. Ja, niet specifiek iets. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Nou, echt niet heel specifiek hoor, maar ik ga woensdag optreden bij de middaggids op de radio. Wat tof. Ga ik zingen. Oh, je zingt? Ja, jij zingt de laatste tijd helemaal, ja. Dus het is om 2 uur en dan tot 4 uur, dus voor de mensen die het willen luisteren. Ik denk, ik zeg het nu maar gewoon meteen. Dus ja. Jij ook met je vraag, hè? Je bent echt de allergrootste fan ever, joh. Robina heeft mij net allemaal tips gegeven. Die camera. Je hebt me net allemaal tips gegeven over hoe ik ontzettend goed een TikTok kan maken. We worden zelf vloggers. En nu moet ik op watchtime gaan letten. Dat is wat ze zegt. Thanks. Shoutout naar mijn oma. Je weet het. Ja, jullie waren echt een supporter. Hey. Ik nog in Seffie. Ziggy!
Lily en Sylvester, bekend van de talentenjacht K2 Supercarry, maken samen een nummer over haat. Ja, ik vind dat gewoon niet oké. In Miami still gives a suiker spin. Gaan we lekker draaien. Ja, het is de suiker spin. Ik weet niet wat je verwacht van mij. Baby, kom maar lekker dichterbij. Ik weet zeker dat mij je zei. Waarom zie je mij nou niet meer staan? Ik ben een suikerspin. Niemand zoekt jou de suikerspin. Laat me lekker draaien. Ik heb een felle kleurtjes in. Nou, ik ga hier zo meteen in met Laura. Ja, superleuk. Het ziet er echt heel leuk uit. Nou, ik ben weer thuis. Ik ben hartstikke moe, dus ik ga ook snel mijn bed in. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En voor de mensen die er waren, heel erg bedankt voor het komen. Ook naar mij. En ja, ik heb het heel leuk gehad. En echt super dank voor alle aandacht en allemaal dat soort dingen. En ja, dan zie ik jullie snel weer. Doeg!